gevraagd werd om de opening van de dijk aan elkaar te praten. Toen dacht ik, wat raar, de opening van een dijk. Dat, sowieso moet je een dijk niet openen. Dat is de bedoeling dat hij juist dicht blijkt. Maar toen kwam ik op de vergadering en toen zei ze ook, nee, het gaat om het startschot. Het is uniek omdat voor het eerst in Nederland een dijk wordt versterkt met aardbevensbestendigheid. Er worden golven gemeten om te kijken of we die dijk zeg maar over 25 jaar niet nog een keer 25 jaar kunnen laten meegaan. De aardbeving is al genoemd om ervoor te zorgen dat die inderdaad het zand niet gaat lopen eisen. Als je kijkt naar de opgave dijkversterking en de koppeling die mogelijk is als het gaat om natuuropgave, die komt hier perfect samen. En vandaag markeren we toch dat dat allemaal voor elkaar gekomen is. En die openhuishandeling gaat nu beginnen.